ben brandweervrouw en ik blus ook brand en daarbij draag ik ook dit pak. En ik vertel mensen over brandveiligheid, zoals vandaag. Het is wel even wennen om een vrouw in een uitrukuniform te zien. Want een brandweervrouw in Syrië is ondenkbaar. Het zware werk in Syrië voor mannen alleen. Alleen mannen. De statushouders vinden het stuk voor stuk prima dat vrouwen bij de brandweer werken. Hij is een beetje eigenwijs. Ik vind het echt prachtig, ja. Als vrouw vindt dat leuk, oké, waarom niet? En daar ben je weer. Wij wonen hier in een nieuw samenleving. Dus moeten we allemaal weten alles over deze nieuwe samenleving hier in Nederland. Maar er zijn zeker verschillen tussen de brandweer in Syrië en in Woubrugge. De brandman komt sneller dan Syrië. De statushouders hebben veel aan de informatie die ze krijgen over brandveiligheid. Ja, hoe kan ik met de brandweer bellen? Wat moet ik doen? Alles in de huis eet geboren. Zoals het er nu uitziet, krijgt de gemeente Kagen-Brasem er in de toekomst heel veel brandweermannen bij. Omdat het leuk is en dan kan ik mensen helpen. Dan kan ik mensen redden. Dan kan ik mensen helpen en ook dieren. Ik vind het leuk om brandweer te zijn en dan kunnen we mensen redden. Brandweer!